Omal. Oh, dat verwacht je toch niet. Maar daar is Aschobar. Met een beauty. Die goals die hij maakte tegen PSV een jaar geleden, waarmee hij zichzelf op de kaart zette, die waren spectaculair. Maar deze gaat daar nog een tandje overheen. Cabral staat erbij, maar Ziyech natuurlijk ook en het zal Ziyech ongetwijfeld worden. Oh, wat is die mooi, wat is die mooi, wat is die mooi. Wat is hij supermooi, wat is hij ongelooflijk mooi. Wat een wonderschoon doelpunt en het is 2-3. En wie anders dan Hakim Ziyech, misschien wel de beste speler in de Eredivisie dit seizoen. Onwaarschijnlijk mooie vrije trap. En uitgerekend hij weer, die betrokken is bij alle... Na bijna 20 minuten, Guardado achter de bal. Fijne plek. En een goede trap. En 0-2. Schitterende goal. Van Andres Guardado. En zo gaat het van een leien dakje voor de Eindhovenaren. 1-0 voor na 3 minuten. 2-0 voor na 20 minuten. De Graafschap heeft geen schijn van kans. En deze vrije trap is heerlijk natuurlijk van Guardado. Fijne trap. Van der Maro kan dat ver. Heeft hij al laten zien. Halverwege de eerste helft. Oh! Sebastien Haller! Wat een goal! Ik wilde net gaan zeggen, het is wachten op de eerste kans voor FC Utrecht. Het is niet eens een kans, maar wat een goal! Hij staat zo van, nee, dat kan toch niet. Het kan wel met Haller. 14e doelpunt van het seizoen voor de Franse aanvallen van FC Utrecht. Controle met de knie en dan dit. Martin Hansen heeft deze bal alleen maar voorbij horen suizen. Want die zit er schitterend in. Onvoorstelbaar mooie goal. Sebastien. Bazour. Goedelje. Oh, weer zo'n mooie knal. 2-0. Nou, zeg het maar. Welke was mooier? Die van El Ghazi of die van Goedelje? Hoe dan ook. Ajax staat hier met 2-0 voor. Halverwege de eerste helft. Het is niet dat Heracles van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Maar Ajax is wel effectief met zijn afstandsschoten. Inchiman. Van Hiefte, lekker aangenomen. En oh! Wat een prachtig doelpunt, zeg. Hij vond hem zelf ook wel lekker geraakt te zien aan zijn reactie. Maar kijk eens, wat mooi gedaan. Bal in één keer neergelegd. Krijgt ook de tijd, want NEC was net aanvallend aan. Kuit, Kramer, die staan daar het dichtst in de buurt. Villena in één keer. In één keer. En dat kan en dat past. En Van Duin is verrast. Feyenoord komt in de 20e minuut op voorsprong. En kijk hoe Villena dat viert. Het mag een doelman niet overkomen. Maar het is de Achilleshiel van NEC. Door alle gebeurtenissen rond die andere keepers. Niet hem in. Hij draait hem van overheen. En dan is Van der Werf daar natuurlijk even weg. Daar is dan Jansen. Jansen vindt de weg in het strafschopgebied. En Jansen. Jansen, wat een schitterende goal. Daar is hij weer. Vincent Jansen. De wedstrijd heeft dat doelpunt nodig. En daar komt het van de man die de vorm van zijn leven heeft. 3 goals maakte tegen Feyenoord. Matchwinner was tegen Roda. 2 keer scoren tegen Cambuur. Allemaal in januari. En nu weet hij de weg naar de goal ook te vinden in februari. Had zijn post verlaten. Kruiswijk was er nog, maar die krijgt geen vat op Vincent Jansen. Het is een